dames en heren. U zult zich afvragen, wat doet Henk van der Meijden bij de VPRO in plaats van bij die prachtige trof? Wel, dames en heren, dat heeft te maken met de mysterygast van vanavond. Maar nu iets heel unieks, dames en heren. De vraag waar heel Nederland op het ogenblik mee te maken heeft, die heel Nederland in zijn greep heeft, dat is natuurlijk, wie schoot er op JR? Wel, dames en heren, ik heb het over die fantastische serie Dallas. En ik weet wie het gedaan heeft, dames en heren, want dat staat in het boek van Dallas en ik kan lezen. En ik kan u nou de naam geven van wie er schoot op JR. Dat was namelijk Christine. Christine heeft het gedaan, schrijf u dat even op en stuurt u die naam naar de AVRO, zodat ook u kan meedelen in die prachtige prijzen van die AVRO-wedstrijd. Dames en heren, dan nu de mysterygast van vanavond. Het is een man die wij allemaal in onze harten hebben gesloten. Het is een clown, maar ook een man van tranen van ontroering, dames en heren. Hier is hij, het is Kees van Kooten. Wel, welkom Kees van Kooten. Kees van Kooten, dames en heren, dat was een heel gelukkig man. Hij was gelukkig getrouwd, had twee schatten van kinderen. Kees van Kooten was echt een droompaar, dames en heren. Maar aan dat geluk is nu een eind gekomen. Dat is nu helemaal voorbij. Hoe is dat gebeurd, Kees? Ja, Henk, hoe gebeurt zoiets? Mijn vrouw was een week weg met vakantie. Ik ging er eens een avond uit, want dan werk ik altijd waanzinnig hard en ik zie daar in een bar een jong zangeresje en dat is liefde op het eerste gezicht. Liefde op het eerste gezicht, dames en heren, kunnen we ons een mooier begin van de lente voorstellen. Dat zangeresje van Kees van Kooten, dames en heren, dat is Veneria. Ja. Veneria, dat is een heel lief, spontaan meisje, mag ik het zeggen, Kees. En dat is ook een heel rondborstig meisje. Ze heeft fantastische tieten, Henk, dat is waar. Twee. Ja, ja. Dames en heren, maar de vraag is natuurlijk, Kees, is zij een goede moeder? Nou Henk, een slechtere moeder dan mijn vorige vrouw kan ze nooit zijn, want dat was echt een pokkenwijf. Ja, die sloeg de kinderen namelijk. Die sloeg de kinderen, dames en heren. Ja. En ook in bed is Veneria vele veel beter. Zo, u hoort het, dames en heren, Kees van Kooten gaat weer met een jonge, romantische vrouw naar bed. Ja, Kees van Kooten, je ziet er ook heel goed uit, moet ik zeggen. Fijn, dankjewel Henk, dat komt. Ik heb een facelift genomen op aanraden van Veneria. Kort geleden nog maar, moet nog een beetje bijtrekken. Ik heb ook mijn reet wat laten ophalen en de pens wat laten innemen. En ik heb er echt weer zin in. Ja. Zeg Kees, je bent ook van Windbee af, hè? Ja. Daar heb je 25 jaar ben je daarmee omgegaan, hè? Ja, dat is eigenlijk ook een soort zilveren bruiloft, dames en heren. Maar hoe is dat zo gekomen, Kees? Ja, hoe gaat dat, Henk? Het is de drank in ons vak. En Wim dronk zoveel op het laatst, die kon geen tekst meer onthouden. Dat was niet het ergste, maar de stank die erbij kwam in de studio liet hij alles maar lopen. En toen dacht ik, ja, ik heb een nieuw jong gezin, dat wil ik gaan opbouwen in deze lente. Dus ik ga alleen verder. En toen ik op mijn diepst in de put zat, toen kreeg ik dan die lang gekoesterde droomwens die in vervulling leek te gaan. En dat gaat hij ook waarschijnlijk nog wel afkloppen, dat het doorgaat. Ik krijg een rolletje naast Rudy Valkenhagen in De Fabriek. Wat een groot idool van jou, hè, Rudy Valkenhagen. Ja, de nieuwe Co van Dijk, dames en heren, geweldig acteur. Ja. Met die man een keer dames en heren, zo heb u gemerkt dat voor Kees van Kooten, die toch een gebroken man leek, hè, de vrouw die de kinderen sloeg en zijn beste vriend die alles liet lopen, dat daar toch de zon voor is opgegaan. Dames en heren, rozen voor Kees van Kooten.